Zoe. En ik ben Ezra. Ik ben kinderburgemeester geweest in Capelle. En ik woon in Heikensand. We zijn hier bij de première van De Slag om de Schelde. We're not giving ourselves up. If we do that, we're as good as dead. We zijn er wel trots op als echte Zeeuwen, dus blij dat dat hier in Zeeland mag gebeuren. Bent u zenuwachtig voor de film? Ik was net even heel zenuwachtig. Maar ik ben nu enthousiast. Nee, ik ben nu op zich toch wel best wel ontspannen of zo. Ik heb net mijn ouders gesproken. Kijk, mijn ma die staat ook volgens mij alles te filmen voor het nageslacht. Hé, hey, mama! Het is een 16-plus film. Dat zegt natuurlijk al wel genoeg dat het ook een heftige film kan gaan zijn. Het is een schokkende film, maar dat is helemaal niet erg. Want oorlog is schokkend, daar kan je niet iets moois van maken. Om eerlijk te zijn wist ik ook niet superveel over Slag om de Schelde. En ik ben wel blij dat er nu een film van is gemaakt. Zodat wij er ook weer meer van leren en dat we weten hoe het is gegaan hier zo in Zeeland zelf. Het is een enorme grote oorlogsfilm met grote slagen, met neerstortende vliegtuigen, met heel veel figuranten, met internationale sterren. Ze werden naar Holland verlegd. We can't stay in one place for too long. Het is niet alleen een film die gaat over jonge mensen en hoe ze de oorlog beleven, maar je ziet ook echt spektakels als je dat nog nooit in een Nederlandse film hebt gezien. De film gaat over Zeeland, speelt zich ook af in Zeeland, maar een goed gedeelte ervan is gedraaid in Litouwen, namelijk de gevechten. In Nederland gaan we heel goed om met ons grondgebied en is alles heel erg beschermd. En wij hadden gewoon een plek nodig die we totaal in de hands konden zetten. Ze hebben je broer aan de praat gekregen. We zijn allemaal in gevaar nu. Wat meehelpt, is dat de jongeren de hoofdrol spelen. Ik denk dat jongeren zelf veel sneller dingen aannemen van jongeren zelf dan als het weer een oorlogsverhaal was geweest waarin volwassenen de hoofdrol speelden. Tweefonds, de initiatiefnemer van de film, heeft ook echt vanaf het begin gezegd: we willen een jonge generatie opnieuw iets bijbrengen. Oh, nu 75 jaar na de bevrijding, hoe dat was en hoe belangrijk het is en hoe het is om in een oorlog terecht te komen. Welke keuzes je dan maakt. Er zijn 20.000 Zeeuwen overleden. Puur en alleen omdat er een aanslag is gepleegd op de dijken. De heel Walcheren lag onder water. En het is gewoon heel heftig wat er allemaal gebeurd is. En bijna niemand in Nederland weet daar iets vanaf. Dus ik vind dat ook heel goed, dat het verhaal eindelijk verteld wordt. En dat Nederland een beetje, Dat die erachter komen, dat die dat leren en wat er eigenlijk allemaal gebeurd is in Zeeland. 3 airborne divisions, 35.000 men in military aircraft, would have landed in Holland. Het was heftig. 64 miles behind enemy lines. Echt schokkend om te zien. With one objective, to put an end to the dark tyranny that has held Europe in its grip for nearly 4 years. Het was wel zo naar mijn verwachting, het was wel echt heel bijzonder. Zelf wist ik er niet heel veel van. En als je dan zo deze film ziet, je leert er echt van alles van en hoe het eraan toe ging. We hebben hier echt keihard aan gewerkt met z'n allen. Success of this operation lies in your hands. Ik vind dat we het onmogelijk hebben neergezet. With it, the fate of Europe. Good luck. Het is wel echt ook een aanrader om naartoe te gaan.